Vandaag is er een nieuwe video. Zoals je kan zien, oh my god, hallo. Dit is bijzonder, want vandaag begint mijn nieuwe serie. En dat is thrift shopping. Het wordt een vaste serie op mijn kanaal. En vandaag is de eerste. Je raadt het misschien al met Amé. Want we love vintage shoppen. We gaan naar een hele leuke winkel, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga nu naar Amsterdam toe. Zijn er. En I'm excited. En het is zo, alles is zo cute en zo. Love it. Heb jij nog iets waar je denkt, dit wil ik vandaag scoren? Is met luipaard. Oh mijn god, hé. Maar in ieder geval, leuke dingen gewoon vinden. Ja. Treasures. Maar dit lijkt heel breed wel. Nee? Als je past mee. She found the treasure. Oh my god. Kijk wat ik net heb gevonden. Maar this happened. This happened. Ja, dat vind ik echt jammer wel. Je kan niet met sunshine op je ding lopen. Ja, maar you're my sunshine. Dus waar... No, no, no. Ja, of je moet er iets overheen doen. Pinnetje, merkje. Die kleur is echt... Ik weet niet of je het goed kan zien op de camera. Het is echt nice. Maar kijk, voor de kleur moet je meestal bij het brein houden. Iets beige moet je bij het brein houden. Ja. Ja, I like it. She found the luipaardenprint. Maar, ik heb nu deze... Oh, kijk hoe schattig het is. Ik denk echt dat het misschien leuk zou staan. Kijk, ik zag dus deze trui. Maar meestal dat ik het niet meer mag kopen. Nee. Maar ik heb ook echt te veel trui. Kijk hoe leuk toch. Oké. Okay. Je hebt echt een verbod van mij. Ja, maar dat is wel echt waar. Want ik moet wat anders kopen, you know? Gaat het mee? Kijk, wat is hem. Ja, ik kan ook bijna niet meer filmen. Leuk? Kijk. Als je het maar... Ik vind het leuk. Ja. Open houdt hier, zodat je hem bloot. Ja, alleen ik vind dat middelste stukje daar niet, ik vind het een beetje raar. Alsof je er een truitje onder hebt gedaan. Ja, dat ken. Kijk, ik vond dit leuk. Tot ik de onderkant zag. Dit was leuk, maar dan de onderkant. Ik vind het niet heel leuk. Kijk dit. Ik heb een jurkje aan en ik vind dit niet zo heel mooi. Maar ik vind het jurkje wel heel mooi. Ik weet niet. En mee vindt dit raar zitten. Is ook een beetje raar. Maar ik vind hem wel leuk zo. Ik dacht dat dit leuk was. Maar het is de raarste shit die ik ooit heb gezien. Waarom is het zo groot, zo veel? De rest is best cute, maar... Dit is nog wel extra warm in kan. Ik moest deze van Amé aan. Maar ik vind hem niet heel mooi. Het is echt niet mijn stilo. Gewoon niet. Het is te shine. Amé. Nee. Nee? Nee. Ja, ik vind het leuk. Zo shiny. Dit is toch vet leuk. Amé heeft even een riempje gefixt. I really like it. Oh, daar is zo. Het enige hier is een beetje te groot. Maar... Kijk, nu is het wel zo dat het in de achterkant een beetje zo zit. Maar als je dat gewoon netjes en mooi doet en gaat stikken, zeg maar. Of laat stikken, laat innemen. Ja, of het in ieder geval een beetje verplaatsen. Ja. Ja. Wacht, hoe duur is die? I don't know. Wat wil je dat die is? 20. We hebben het riempje geswitcht en ik heb een bril gevonden. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind het een beetje kinderlijk, denk ik. Maar ook weer niet of zo. Ik kwam met het idee om even dat touwtje weg te halen. Dan is het al iets heel anders. Wat vind jij dan ermee voor 15? Hij is voor de rest wel nieuw en zo, maar... Ja, ik vind hem wel heel erg leuk hoor. Kijk hoe lelijk. En die sunshine is not working out for me. Sad life. Nee. No sunshine. We zijn weer buiten en het was amazing, want het is echt een leuke winkel. Zeker een aanrader als je
zet om vintage te shoppen. Ik heb 3 items gekocht, zoals je hebt kunnen zien. Mae heeft 1 item gekocht. Maar ze had er eigenlijk meer moeten kopen, want ja, het was gewoon heel leuk. Als je benieuwd bent, go check it out. Het was gewoon leuk. Kan ik dat eens zeggen? Als jullie dit leuk vonden, laat het dan zeker weten in de reacties en ook natuurlijk met een duimpje omhoog. Laat me ook even... Wie moet Romana nog meer dit soort video's opnemen? Laat het even weten in de comments. Ja. Ja. Dat was het. Ja. Oh, en binnenkort, dat is echt wel over een maand of zo. Ja, een maand. Ja, een maand. Dan gaan we zelfs naar Brussel vintage shoppen. Ja! Dus, be prepared. Sorry. Vergeet niet te abonneren. Er komt heel veel aan. Ja. Bye. Doei. Zie jullie, doei.